Ja, ik ben in Marm en we gaan hele volle lekker spul maar. Ik zal het even pakken. Dit wordt nog een uitdaging om het al hier mee te nemen. Ik krijg een heerlijk pakket van echte bakker Eddie de Jong en een mooi bos bloemen van Jeldedas Bloemenboutique. En we zijn onderwijs naar Matten Elzinga, die, dus we remmen even mee. Die ben opjong troch Jacob en Marleen. Want die zei ja, uw heid die is altijd sabot in spier voor iedereen. Hij helpt iedereen, hij is 22 hier. Maar hij staat voor iedereen klaar, dus die verzint het wat lekkers. Even zien, als hier iemand is. De door is wel hier, maar om nog maar samen binnen te rennen, dat is ik weer. Even in het tuintje. Nee, je zit ik net in. Oh, er is al wel een. Agoeie. Ja, verrassing. Agoeie. Ik zet het hier even op een stop. Want ja, we moeten natuurlijk nog steeds een beetje afstand houden. Maar is jouw mannek thuis? Ja, die is op de tuin. Die is op de tuin. Nou, die had een verrassing hier voor de door. Nou, ik stond verbaasd te zien. Nou, wat leuk. Dat zit er goed uit, dan net. Een rennen. Ja, nou dan rennen we er even heen. Is het 4-4 rennen? Je trok het hakje, trok de blik en trok het nou, maat, ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Verrassing. Verrassing. Ik vind hem helemaal net af. Nee, kun je misschien wat dichterbij komen? Want dan kan ik het echt bereiken. Sjoe, jouw vrouw die heeft wat moois vast. Dat is voor jou. Nou, sjoe, dat doen we. Dank u wel. Want iemand die had u zijn berichtje stuurd om te zeggen van ja, Matten is een hele goeie heid en schoonheid. Is dit altijd voor iedereen klaar? Dus die verdient het wel wat lekkers. Want ja, het is mijn vaderdag natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dus vandaar. Nou ja, ik zei het altijd al, je moet net zo'n altijd doen. Dus dit, maar dit hier kan je dan niet verwachten. Oh, maar dit is heel leuk, ja. Heb je enig idee waar dit veroorzaakt had, zeg maar? Nou, ik heb wel een idee. Ik heb een dochter die is altijd correct als dat ik ook ben. Die vindt van alles uit, dus ik denk dat daar waar ik om Duitse rust ervan. Hoe heet ze? Witske Elzen, ja. Nee. Nee, dat dacht ik net. Nou, dan is zo'n Jacob en Marleen. Ja, Jacob en Marleen. Ja, die inderdaad. Ja. Die is ook altijd die heren, want dan kan er weer twee rijntonen en dat maakt hij al van me in water. En als er is wat oors en ik in mijn hand de spandienst, dan ben ik ergens even bij hem om wat te doen. Maar hij waardeert het dus nog wel. En, ja, en die zijn van, ja, je stond ook voor de boervrouw klaar? Nou ja, de boervrouw, daar knip ik de haar en meen ik de bleken wat. En, nou ja, dat is echt voor het dorpshoed, daar wie ik nog echt kon gaan. En dat om dat gebouw te onderhouden, alles en deze hele tuin. En dat ploei en vrees ik dan. En dan hebben we de vruchten daarvan, dan hoeven we verder niks van de jam, maar goed. Het gebruik kan je wel wat netjes houden, hè? Ja. Dus je bent wel druk dwaande van, zeg maar. Ik ben net een man voor in de hoofd te zetten. Ja, winters, hè? Ik doe nog wel spullen achter de computer en zo, maar daar hoek ik nog net te zetten. Nee, dan ben ik het liefst boeten. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Nou. Het zit er lekker en goed uit, dus je kan me vast wel even genieten. Nou ja, en bij deze Jacob en Marleen bedankt. Ja, voor de nou, super. Spontane actie. Ja, hartstikke mooi.